Dit is een plukje van een paar honderd Rotterdamse supporters dat zich buiten het stadion in Tilburg bevindt. En zich dankzij enige acrobatiek een uitzicht heeft verschaft op het speelveld. De loketten buiten zijn dicht. Voor deze supporters is er dus geen kaartje meer te koop. En zij zien vanaf deze positie dat in het stadion nog diverse stoelen leeg zijn. Dat is zuur voor die Rotterdamse aanhang. Maar op last van de burgemeester worden er hier vandaag geen kaarten meer verkocht. En dat was van tevoren bekendgemaakt. Goed, laat de Perisa met de kans op 1-0. Maar net als in de eerste wedstrijd is een goeie kennelijk een soort magneet die al die ballen van Willem II aanvallers aantrekt. In Rotterdam bleek de groei toen onklopbaar voor Willem II. En ook nu is dit een riante mogelijkheid. En schrikt laat de Perisa kennelijk van deze keeper. ...26e minuut. Spitsen. Smits komt weg. Vreese bracht de bal even terug. Silla. Dan zit je toch altijd even op het puntje van de stoel, want je weet nooit wat Silla doet. In dit geval vergist Bos zich in Van Geel. En is daar de kans. En weer de groei die de vingertop er tegen heeft om zo Van Arum van scoren te weerhouden. Of nee, Abdelawi is het. Van Geel. Dit is Abdelawi. De ruimte is klein in die hoek. De tijd die hij heeft is ook niet veel. Maar het is de vingertop van de groei en dan vervolgens de paal die we nog hoorden. En dus een corner. In de lijnen gebleven. Maar al te veel verder komt hij niet. Van Geel. Komt wat vuur in de wedstrijd. Silla. Nu dan toch. Ja, die gaat erin. Yassine Abdelawi profiteert van het uitstekende voorbereidende werk van Mohamed Silla. En dan is de groei eindelijk geklopt door de Willem II'er. Er ging aan vooraf die snelle ingooi van Martin van Geel. Toen was daar de passeerbeweging van Silla. De Wolf probeert hem nog te stuiten. Maar de kans die Silla vervolgens geeft aan Abdelawi is niet te missen. En zo is het 1-0 voor Willem II. Dat zo longt naar Europees voetbal aan het einde van de rit. Stewart is sneller dan Heus. En Heus die weet dat hij geen overtreding mag maken, want er is het rood. Maar Stewart krijgt die bal er niet in. Wat ook weer de verdienst is van Heus, die al kijkt de goeie boos aan, het de Amerikaan nog behoorlijk lastig maakt. De paas van Meijs is intelligent. Balletje buitenom, zelf gaat Stewart binnendoor. Heus weet dat hij de handen moet thuis houden. De groei blijft goed staan, omdat Heus nog een verdedigende actie heeft. En die maakt het Stewart te moeilijk om te scoren. De prolongatie van de landstitel is op dit moment verder weg dan ooit dit seizoen. Maar de wedstrijd is nog lang niet gedaan. Obiku! Oh, Van Gobbel! Corner van Witsche en het is inderdaad natuurlijk Van Gobbel die kopt. En niet Obiku, al was hij wel in de buurt. Ook aan de andere kant is
20 minuten gespeeld in de tweede helft. Talment. Die steeds lekkerder in de wedstrijd komt. Oh, penalty. Hij heeft die meis al een paar keer tuk gehad. En nu lukt het hem dat in het penaltygebied. En volgde daar de tackle op de benen van Talment. En dus is het een klare zaak, strafschop. De gele kaart komt er nog aan voor Meijs. Dat is zijn zesde. Het is een klare zaak. Meijs heft de handen wel ten hemel. Maar bereikte niet meer de bal. Nog slechts de ledematen van de Watervlugge Feyenoord aanvaller. Dus penalty. Ruud Heus heeft de bal op de stip gedeponeerd. Hij scoorde eerder dit seizoen van 11 meter tegen NAC. Jansen kijkt oog in oog met Ruud Heus, die eerder dit seizoen scoorde van de stip voor Feyenoord in de uitwedstrijd tegen NAC. En dat ook nu weer onberispelijk doet. Dit zijn klusjes die je aan de koele Noord-Hollander kunt overlaten. Heus zet Feyenoord in de 22e minuut naar rust weer op 1-1. Dus is Van Gommel daar weg. Maar Bos en Scholten nemen waar. En inmiddels is Van Gommel al lang weer terug. Van Geel. Silla. Van Adem. Oh, hij geeft een penalty. En dat zag hij toch niet. Van Gommel was inderdaad weer terug. Nog eens goed kijken. Silla doet dit heel intelligent. Van Adem wil buitenom. En dan vind ik een penalty, eerlijk gezegd, een heel zware straf. Ik zag geen bewuste overtreding van Uri van Gommel. Die is nu helemaal sterk. Geel bovendien ook nog voor de verdediger van Feyenoord. Zijn vierde, dus heeft dat geen consequenties met het oog op Feyenoord-Ajax. Maar ik ben het met die verbazing, die af te lezen valt van het gezicht van Gommel, wel eens. Ik zag hier geen strafschop. De Wolf praat er nog over met Jol, maar dat heeft meestal niet zoveel zin. Kan hij het kunstje nog tegen Willem II? Kan hij die ballen nog steeds blijven tegenhouden? De aanloop van Silla. En de goal. Willem II weer een voorsprong. Met nog een kwartier voor de boeg. Een gevonden doelpunt zou ik het willen noemen. Maar hij telt. En de penalty is onberispelijk. Larsson. Corner weggegeven door Bogers. Bits gezet voor. Obiku. Van de lijn door Silla. Inmiddels
Liplezers hebben hier genoeg aan. De goeie heeft het niet naar de zin. De halve corner van Meijs. 3-1. Nee, een klein naast. Yassine Abdelhoui. Zo'n doel is 7-32 bij 2-44. En hem er dan nog zo dichtbij dat doel naast te krijgen is ook een kunst. Wat saai die verre ingooien van Meijs, toch een paniek. En hoe had hij hier de wedstrijd kunnen beslissen? Nou, voor het restant van de partij is het wel interessant dat het niet gebeurd is. Want hier was het moment weer dicht bij 2-2. Het gaat nu snel. Larsson, binnenkant schoen, fijn meegegeven. Ineens geschoten door het moment